Hoi, en wat superleuk dat je weer kijkt naar een nieuwe aflevering Bloemschikken. Ik ben Carlijn Tukkes en ik leer jullie alles over bloemschikken. En vandaag gaan we aan de slag met een krans van Oasis uit de Black serie. Een mooie zwarte krans, wat op zich al een plaatje op zich is. En waar je dus heel veel kanten mee op kan. Het leuke is dat je bij deze krans eigenlijk het steekschuim kan laten zien. Omdat het gewoon al een mooi product van zichzelf is. Dus wij gaan vandaag weer aan de slag. Heb je er zin in? Doe alvast een duimpje omhoog. Want abonneren op dit kanaal is helemaal gratis. Dan blijf je op de hoogte van alle leuke video's die ik maak. En wil je het pakket van vandaag bestellen? Hieronder in de beschrijving vind je een linkje waar je het complete pakket kan bestellen. Of ga naar www.uwonlinebloemist.nl. Je vindt het dan onder het kopje cursuspakketten. En we verzenden door heel Nederland, België en Duitsland. Dus waar je ook woont, het komt gewoon naar je toe. En dan zou ik zeggen, laten we gauw gaan beginnen. Voorjaarskrans maken en ik vind voorjaarskransen altijd mooi. En dat gaan we dus met deze ondergrond doen. Dus ik hou jullie even iets dichterbij en dan kun je precies zien wat ik doe. Omdat ik eigenlijk al weg ben van de schaal waar het steekschuim in zit en de steekschuim zelf, gaan we daar eigenlijk niet zo heel veel aan doen. Maar je kan hem natuurlijk bedekken als je wil. Maar ik vind het in dit geval zonde omdat ik deze serie heel mooi vind. Dus we gaan eigenlijk gewoon beginnen met bovenop het versieren van de krans. Ik gebruik ook mooie natuurlijke materialen als mos. En dit kan je even vastzetten met een krammetje. Als je mos te dik is, dan kan je gewoon aan de onderkant even een deel eraf halen. Ik verdeel dit mooi rondom de krans en ik zet het even vast met een krammetje. Natuurlijk heb ik vooraf de krans laten volzuigen met water. Het is altijd belangrijk dat je een krans of steekschuim niet onderduwt, maar dat je het uit zichzelf laat volzuigen in een grote bak met water. Anders krijg je luchtbelletjes en dan heb je aan de binnenkant niet dat het steekschuim nat is. Als je dat hebt gedaan, gebruik ik galax en die rol ik op als een soort tuitje. En aan de onderkant doe ik er even een draadje doorheen. En zet ik dan vast. Want dat vind ik een heel leuk effect geven in de krans. Maak je net wat aparte mee. Je kan het galax ook gewoon gebruiken. Mocht je dat makkelijker vinden, kan je het er ook zo in steken. Maar ik vind de tuitjes maken wel heel leuk. Je kan ze als groepjes bij elkaar zetten, maar je mag ze ook verdelen. Dat is net wat je zelf leuker vindt. En wat dan eventueel straks ook heel erg leuk is, is om dan hier bovenin een kwartel eitje in te leggen. Dan heb ik wat mooi bonsai. En die kan je of met een steeltje erin steken als je dat heeft. En anders even vastzetten met een krammetje. En kijk dit effect al. En dan steek ik er ook wat bloemetjes kort in.
Omdat ik de krans zelf zo mooi vind, ga ik nu beginnen met lijnenspel. Dat betekent dus dat je best wat van de sticks gaan mag blijven zien. Voelt misschien gek, omdat je het normaal altijd weg wil werken. Ik doe dit met verschillende soorten takken, maar ook met berengras. En dat kun je op die manier heel mooi lijnenspel maken en lijnenspel creëren in het stuk. Ik zet het elke keer even vast met een krammetje. Ik laat het mooi meelopen met de krans. Pak ik 3 grasjes bij elkaar en dat vlecht ik mee. Zodat je mooi vlechtwerk in je krans krijgt. Vind je dit lastig, dan kan je ook gewoon de berengras er los in doen. Aan het eind zet ik het gewoon eventjes weer vast met een krammetje. Dan vind ik het mooi om ook nog het voorjaarsbolletje erin te verwerken. Die zet ik even op een stokje door het potgrond eraf te halen. En op een zak theeprikken te zetten. En die verdeel ik dan ook in de krans. Dan wordt het echt voorjaar. Dan heb ik nog mooie zuidwindlelies en deze laat ik ook wat langer. Die laat ik wat meer meelopen met het stuk en zet ik dan weer vast met een krammetje. Doe dit voorzichtig zodat je hem niet breekt. Dan heb ik nog van deze leuke vruchtjes. Die doe ik erbij tussen. En die lijm ik erbij tussen. Je kan de krans zo volmaken als je zelf wil. Maar zoals ik al zei, vind ik het product er zelf heel erg mooi om te laten zien. Maar dat is natuurlijk je eigen smaak wat je dan leuk vindt. Op deze manier, door hem op deze manier op te steken, houd je hem heel mooi luchtig. En krijg je echt dat speelse effect. Door het gebruik van de grassen, de takken, maar ook het gebruik op deze manier van de krans. Je krijgt een heel mooi open bloemstuk. Ik hoop dat ik jullie heb weer weten te inspireren. En dat jullie het een leuke video vonden. Wil je dit pakket van vandaag bestellen? Hieronder in de beschrijving vind je een linkje waar je het complete pakket kan bestellen. Of ga naar www.uonlinebloemist.nl. Je vindt het al onder het kopje cursuspakketten. Hè? Ja, het is een toppetje jongens. Heel erg mooi. Een aparte voorjaarskrans. Net weer even anders dan anders. En helemaal mijn smaak.
Ik wil jullie weer bedanken voor het kijken en jullie zien me de volgende keer weer. Doeg!